Na een kwartier spelen krijgt Bloemendaal een vrije slag. Krijgt Fuchs de bal en hier. Oh, wat een lekkere goal hoor. Vol in de kruising door de Duitse international. En Bloemendaal komt zo op een 1-0 voorsprong. Dan een strafcorner voor Tilburg. Zwaan die pusht. Die bal die blijft hangen. Krens schiet op goal, maar raakt de bal verkeerd. En baalt daar zichtbaar van. Blijft dus 1-0. Dan Bloemendaal in de aanval over de rechterkant. Thierry Brinkman die geeft een paas hier op Hofman. Die schiet op goal. Nee, hij gaat voorlangs Jort Beekmans. Het lukt hem bijna, maar het lukt niet helemaal om die bal in het Tilburgse doel te krijgen. Dat zien ook de supporters van Bloemendaal op het kopje in de zon. De tweede helft dan. Bloemendaal aan de linkerkant van het veld. Die bal die gaat de cirkel in. Wordt verwerkt door Takken. Rogier Hofman krijgt dan de bal. Geeft hem op Biel. En die schiet simpel binnen met zijn backhand. Geen kans voor de Tilburgse goalie. En dus wordt het 2-0 voor Bloemendaal. Daarna een corner. Glenn Schuurman, die hebben ze daarvoor. En die schiet hem onberispelijk binnen. Er zijn protesten. Was die bal wel buiten de cirkel? Ja, zegt de scheids. En dus 3-0 voor Bloemendaal. Dan probeert Tilburg nog wat. Maar Jan Maarten Takke verspeelt daar de bal. Die wordt overgenomen door Rogier Hofman. Gaat de cirkel binnen, schiet. Maar net daar voor de keeper is het Thierry Brinkman die die bal verlengt. En dus Bloemendaal simpel naar een 4-0. En balende gezichten bij Tilburg. 8 minuten voor tijd, dan nog een corner voor Bloemendaal. En die gaat erin via Blake Goffers. En dus eindstand 5-0 Bloemendaal Tilburg. Amsterdam speelt in de witte shirts en komt na 4 minuten op de achterstand. Dit is de lange paas van Blair Tarrant, de Nieuw-Zeelander van de Rotterdam. En Engelsman Simon Egerton tikt de bal achter Jan de Wijkersloot. Die de voorkeur kreeg boven vaste doelman Laurens Goedegebuur. Een gokje van Dirk Loots, zei hij na afloop. Maar het is wel 1-0 voor Rotterdam. Dit is Valentin Verga met een goede paas op Boris Burkhardt. Die draait zich goed vrij en passeert keeper Van Eldonk met een backhand. Daarbij gaat Van Eldonk niet helemaal vrij uit, want de bal gaat onder zijn voeten door. Had hij eigenlijk moeten hebben natuurlijk. Dit zijn beelden uit de tweede helft. De eerste strafcorner voor Amsterdam. Justin Reed-Ross, maar een goede stop van Van Eldonk. Voorkomt een achterstand voor Rotterdam. Dit is hem, de Zuid-Afrikaanse strafcornerspecialist van Amsterdam. Heeft er al 13 in liggen dit seizoen. Rotterdam is de betere ploeg in de tweede helft. Een goede actie van Tijn Lizoon. Onderschept de bal. Jan-Willem Buissant levert de bal zomaar in bij Sjoerd Gerritsen. Die begint aan een solo. Gerritsen, de vleugelverdediger van Rotterdam. De bal gaat voorlangs en komt tegen de voeten van scheidsrechter Roel van Eert, die niet op stond te letten. Maar het levert er verder niks op. Dus alleen een pijnlijke voet bij Van Eert. Vermeulen op Justin Reed-Ross met een schitterende paas richting Max Swering. Die wil dan meer hebben dan een strafcorner. Die wil een strafbal hebben. Maar hij krijgt een strafcorner van scheidsrechter Jonas van het Hek. En Hidde Turkstra, die begrijpt het niet. Maar ik denk wel degelijk dat hij daar een overtreding maakt ten opzichte van Swering. Dus de strafcorner is zeker op zijn plaats. De tweede poging voor Justin Reed-Ross. Zijn bal gaat hoog over het doel van Van Eldonk. En daar baalt hij van, de Zuid-Afrikaan. Rotterdam blijft aanvallen in die tweede helft. De bal gaat voorlangs het doel van de Wijkersloot. Dan zien we nog een keer die actie van Lucas Siminga. Bal voorlangs. Maar Rotterdam blijft drukken op zoek naar die tweede treffer. Hier weer Siminga en dan is het een strafbal, zegt scheidsrechter Roel van Eert. Want Justin Reed-Ross zou de bal met zijn lichaam uit het doel gehaald hebben. Protesten alom en het is moeilijk te zien. De bal gaat wel omhoog via Reed-Ross, maar Van Eert zegt dat hij de bal heeft geraakt met zijn lichaam. Jeroen Hertzberger met de strafbal, maar die wordt gestopt door de Wijkersloot. Daar is hij blij mee natuurlijk. Jan de Wijkersloot maakt zijn debuut vandaag voor Amsterdam en pakt deze strafbal van Jeroen Hertzberger. En zo blijft het 1-1 in een spannende en kwalitatief goede wedstrijd daar in Amstelveen. Foutje van Teun Rohof, overname van Hertzberger. Die op zoek is naar wraak voor die gemiste strafbal. Draait een keer goed weg in de cirkel en passeert de Wijkersloot. De stik gooit hij weg uit frustratie en natuurlijk ook uit blijdschap. Maar het is wel een geweldige goal van deze Hertzberger. Zijn 20e in de competitie. En zo neemt Rotterdam 10 minuten voor tijd de leiding met 2-1.
Maar dan vlak voor tijd nog deze strafcorner van Amsterdam. Kan Justin Reed-Ross voor de gelijkmaker zorgen? Ja, dat doet hij. Een geweldige push van deze Zuid-Afrikaan in de kruising. En zo brengt hij Amsterdam naast Rotterdam in die slotfase. Maar Rotterdam is toch de betere ploeg en gaat in die slotfase op zoek naar de winnende treffer. Jeroen Hertzberger pusht de bal op het doel, maar goed gezien door scheidsrechter Roel van Eert. Net buiten de cirkel en dat weet ook Hertzberger. En zo eindigt deze topper in het Wageningen Stadion in 2-2. Met als uitblinker doelman Jan de Wijkersloot van Amsterdam. In de eerste helft gebeurde weinig sprankelends en dus pakken we hem op in de tweede helft met Mink van der Weerde namens Oranje Rood die hier de cirkel binnen gaat. Die bal die blijft hangen. Dan wordt hij nog geschoten door Kasper van Dijk, maar die krijgt hem er net niet in en dus blijft het nog 0-0. Voor beide ploegen zijn de belangen groot. Oranje Rood wil bovenin blijven en Pinoquet wil zeker niet degraderen. Dan Oranje Rood blijft druk houden en pikt hier de bal in via Beins die dan de cirkel binnen gaat. Jair van der Horst kan hem scoren, lukt niet. Beins dan nog op de paal. En zo gaat ook dit niet door voor Oranje-Rood en blijft het wederom gewoon 0-0. En wat gebeurt er dan? Juist ja, daar. Bam. Pinoquet aan de andere kant scoort wel. Jannes van Hattem benut een strafcorner en dus is Pinoquet heel gelukkig. En dan komt er ruimte. Daar weet Pinoquet wel raad mee. Houdt de bal hier gewoon ook in de ploeg. Dan gaat die bal over de rechterkant. Probeert Joep de Mol daar nog wel te verdedigen, maar het is maar half. Lambrug die pakt de bal op en schiet daar Pinoquet naar een zekere overwinning. Het is 0-2 en mag een verrassing genoemd worden. Oranje-Rood, Pinoquet 0-2. De vorige keer dat de Utrechters Quy Vive ontmoetten stond het na 2 keer 35 minuten 10-0. En nu is ook Kampong flitsend uit de startblokken. Hier heeft Björn Kellerman de hoek voor het uitzoeken. En brengt Kampong heel simpel op een 1-0 voorsprong tegen de bezoekers uit de Kwakel. En Kampong gaat gewoon door. Hier met Erik Bouwens, die trekt een sprintje over het hele middenveld. Houdt dan heel eventjes in, geeft hem daar over de linkerkant. Komt hij voor, maar de keeper zit daar nog tussen. Björn Kellerman die had graag zijn tweede gemaakt, maar dat zit er dus voorlopig nog niet in. En daar baalt hij ook van. Hij jut zijn team nogmaals op. En Kampong gaat gewoon door. Gaat daar storen in de 23 meter. Die bal wordt dan opgepakt door Piera. En die schiet snoeihard binnen. Hij valt hier ook meteen Balk in de armen. En de keeper van Quy Vive van Ooyek die baalt natuurlijk als een stekker. Want staat al met 2-0 achter. Ziet ook het thuispubliek. Dan een strafcorner in de tweede helft voor Kampong. Maar dat wordt te vroeg uitgelopen door Martijn Bos. En dan is er geen discussie mogelijk met de scheidsrechter. En zal hij terug moeten naar de middenlijn. En rest nog de strafcorner voor Kampong. En daarvoor hebben ze Martijn Haverga op de kop van de cirkel. Die pusht hem en pusht heel gemakkelijk binnen. Keeper heeft geen schijn van kans. En dus staat Kampong alweer op 3-0. En zo gaat het wel heel hard. Kan Kampong dan nog verder door? Ja, dat kunnen ze zeker. Want die Piera, hij was al een keer succesvol. En nu weer snoei hard schot. Dan de corner voor Kampong. Martijn Haverga, hetzelfde recept. En ja hoor, nu de andere hoek. Hij pusht hem gewoon binnen. En Quy Vive heeft heel weinig te vertellen. 5-0 staat er al op het bord. Maar dan, kunnen ze nog iets terug doen? Ja, is het antwoord. Want hier, daar is het Mark Weber. En die pusht raak voor de gasten uit de Kwakel. Dus toch nog de eer gered. Kunnen ze dan nog wat? Nee, is het antwoord. Want Kampong gaat gewoon door waar het gebleven was. Hier komt de voorzet en Quirijn Kaspers die tikt hem binnen. En dan wordt er gelachen. Weet Kampong al lang dat de winst binnen is. En hier wordt het allerlaatste doelpunt. Hier gaat Jip Jansen langs de achterlijn. Die geeft hem voor. En dan staat daar Björn Kellerman. En die bepaalt de eindstand op 7-1. HGC in de blauwe shirts is in de openingsfase de betere ploeg. Hier een kans van Tom Hiependaal. Eindelijk weer in de ploeg van coach Jan Jorn van het Land. Bal in de cirkel gespeeld. Mulman haalt hem eruit. Wil daar een overtreding, krijgt hem ook. En de bal wordt snel genomen door Pelle Vos. Menini, de Argentijn met een backhand. En dan is Kenny Been bij de tweede paal succesvol. Hij scoort de openingstreffer voor de ploeg uit Wassenaar. En het is 1-0 voor HGC. Goed snel genomen die vrije slag door Vos. De backhand van Menini en het intikken van Kenny Been. En 1-0 is ook de ruststand. In het begin van de tweede helft probeert Hurley iets terug te doen. Hier de vrije slag geforceerd door Stijn Jolie.
is het Maarten Nijst met de actie. Een kans. Oog in oog met Sam van der Ven schiet hij de bal voorlangs. De kans op de gelijkmaker voor Hurley. Dan HGC weer in die tweede helft. Bal voorgegeven door Floris van der Linden. Kansje daar en intikken heel makkelijk door Kenny Been. Die daar bij de tweede paal staat. En deze bal van Stijn van Heiningen voor het intikken heeft. En zo komt HGC op 2-0. Even later een strafcorner voor de ploeg het Wassenaar. En dan is het Tristan Algera, de topscorer, met zijn specialiteit. Hij brengt de stand op 3-0. Al zijn 14e treffer van deze Algera, deze competitie. En HGC gaat door na die 3-0. Op zoek naar meer treffers. De Argentijn Menini, met een gelukje komt de bal dan bij Dick Mulman. En die haalt verwoestend uit met zijn backhand. En passeert daarmee keeper Wisseling voor de vierde maal. 4-0 voor HGC. In oktober vorig jaar eindigde dit duel in een 6-2 overwinning voor HGC. En nu dus 4-0. Maar er komen meer treffers bij. Hier Pelle Vos met een goede actie. Dan de bal met de backhand in het doel geschoten door de Argentijn. Een andere Argentijn, Lucas Martinez. 5-0 voor HGC. Het wordt een afstraffing voor Hurley. Want in de slotfase bepaalt Dick Mulman met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 6-0. HGC heeft geen kind aan Hurley en wint vrij makkelijk van de ploeg van coach Simon Horgan. Almere tegen Den Bosch en na 7 minuten deze corner voor Den Bosch. En die gaat erin via Kieran Govers. Vrij eenvoudig vanaf de kop van de cirkel schiet hij raak. Dan gaat Den Bosch op zoek naar de tweede. Hier krijgt Dylan Waterspoon, de smaakmaker van de eerste seizoenshelft, de bal. Die schiet hem en dan daar schrikt Tijn Stuyven zelf van dat hij deze goal maakt. Maar het is wel mooi 0-2 voor Den Bosch. Dat zien ook de supporters aan de kant. En die zien ook deze corner van Almere. Terrence Peters, die schiet hem vrij eenvoudig binnen en is daar zeer gelukkig mee. Want Almere heeft de aansluiting te pakken tegen het grotere Den Bosch. Maar dan gaat Den Bosch gewoon door. Is het nog steeds in de eerste helft? Gaat die bal hier over de rechterkant? Die komt dan de cirkel binnen. En dan is het wederom Waterpoon en die schiet super hard binnen. Onberispelijk. En dan is daar de 3-1 voor Den Bosch. Is deze wedstrijd allesbehalve slaapverwekkend? Zeker de eerste helft, want Den Bosch gaat hier door. Dan komt de bal daar uiteindelijk in de cirkel. Wordt er aangelegd. Nog heel even een schijnbeweging. Maar die backhand die gaat snoeihard binnen. En raakt de kruising. Gijs Campbell. Die is de gelukkige en zet de 1-4 op het scorebord. Is het dan klaar? Nee, nog niet helemaal. Want Den Bosch krijgt nog een corner. En die wordt daar ingegleden door Sebastian Dokier. De man die aan het eind van het seizoen vertrekt. Bepaalt de eindstand op 1-5.